Dus we beginnen denk ik gewoon hier en dan gaan we gewoon omhoog bouwen. Lekker man. Hoe hoog wil ik dit hebben? Ik heb echt geen flauw idee, joh. Weet je wat? Ik spring lekker af. Hoppakee. Is dit hoog genoeg? Weet ik niet. Ik moet sowieso dit eens even doen. Even kijken. Hop, hop. Ik kan die tussen allemaal weer wol gaan verwerken al gelijk. Oké, boomschors is hier ook af. Helemaal top. Ja, dit ga ik nu even mooi opvullen. En dan ga ik later denk ik wel die raampjes erin maken. We gaan eerst deze hele wand wel mooi opvullen. Gaan we dan. Oh, verkeerde. Zo. Nice. Oké, alles is gestript. Ik denk dat dit er super vet uitziet. Ja hoor, dit ziet er echt top uit. Hierboven komt gewoon weer wol. Zo, perfect. Nou, dit is nice, dit is nice. En dan wordt dit mooi afgedekt. Kijk eens aan. Ja, dit vind ik mooi. Dit vind ik perfect. Zo wil ik het zien. Oké, dus dit kunnen we heel mooi naar de andere kant trekken. Nou, ik vind het... Is het niet een te hoog dak, denk je? Nee, dat is wel goed toch, Nomi? De meeste barns, die hebben toch meestal wel een hooizolder of zo. Precies, een zieke hooizolder. Daarom, ja, ja. Dus ik vind het mooi. I'll take it. Laten we dit even mooi doen. Cool hoor. Nu is het heel simpel. Nu moet ik dit helemaal op gaan vullen. Dus even kijken. Hier moet ik dat doen. Hoppakee. Nou, dit gaat wel lekker hoor. Zo, ik zie het hier trouwens even van een afstandje. Wat is dit een vette barn, jongens. Laat zeker ook even in de comments weten wat jullie hiervan vinden. Ja, er komt nog zo'n piekje op en zo'n ding naar beneden. Maar daar ga ik later even goed over nadenken hoe ik dat wil aanpakken. Dat kan op best veel verschillende manieren namelijk. Dit was een beetje de basics. Ik vind het zo super vet. Deze kant exact hetzelfde is nu ook klaar.